Hoi, ik wil je laten zien naar het project van de nano's bij de Hondshokkers Groningen. Team Red Cobra werkt aan een adventure game. Het tijdperk is de toekomst. En het thema is een mengsel van oude en nieuwe technologie. Een beetje steampunk kun je het noemen. Deze kaart is niet zo heel relevant meer. Dus even laten we de game laten zien. Dus op dit moment begin je in de slaapkamer. Zo, we hebben een beetje een verhaal. Daar ga ik niet te veel van verklappen, maar je bent in ieder geval door een tijdmachine gegooid, door een grote robot of een man in een robotachtig pak. En je ouders zijn vermoord ook door die robot. En dat is wat je weet. Je wordt wakker in je slaapkamer. Je bent rond de 10 jaar oud. Ik weet niet of dit een slaapkamer is, maar daar krijg je van je ouders te horen dat wat er gebeurd is toen je klein was. En ze zeggen dat je huiswerk moet gaan maken. Nou, dat is het begin van het spel. Het huis, je ouders zijn weg. Deur zit op slot. En je moet, je hebt helemaal geen zin om huiswerk te maken. Dus je moet daar vandoor. Je wilt naar buiten. We weten nog niet hoe. En wat nieuw is, dit is graphics. De graphics die tekenen we. Het mooie daarvan is, kan iedereen daaraan bijdragen. Dus dit is een. Ik heb gewoon een slaapkamer gepakt. Die de kids afgelopen keer hebben getekend. Ik heb ook voor mijn kamer nu ingericht van een andere tekening. Dit ziet eruit als een laboratorium. En ik heb hier bijvoorbeeld dus een spiegel. Het ziet er ook uit als een spiegel, je kunt niet goed zien. En je ziet dat ik hier een knop heb, hier een knop en hier een knop. En zo kan ik dus toch naar een andere kamer komen. Maar dit is misschien nog helemaal niet juist. Okay. Even kijken, we hebben hier. Kamer van Jasper, dat is voor dingen drukken, prima. Dus dit loopt vol, dit doet nog niks. Jasper slimheid. Wat hebben we hier? Jaspers kamer, hij heeft een kast met een geheime deur. Klik op de geheime deur, de geheime deur gaat open. In de kist zit blijkbaar een pistool en in de kist zit een beschimmelde tak. De deur kan weer dicht, de kast kan weer dicht. Druk op de deur, leg de tak tegen de deurknop aandrukken. Ja, dat wil ik. De deur is open, mooi. Dan hebben we hier Judith's kamer. Klik hier, haal me uit deze computer. Oké, prima. Wat hebben we nog meer? Kariel's kamer. De wapenkamer van Mees. Een kist. Oh. Oké, nou dat is nog niet af. Bureau. Er ligt niks. Deur op slot doet niks. Deur doet niks. Dit ronddraaiende ding doet ook niks. Prima. Dan hebben we hier de kamer van Oliver. Wil je naar de kamer van Quinn? Ja, dat wil ik. Oké, dat gebeurt nog niet. Dat is prima. Heb je de kamer van Quinn? Dan kunnen we teleporteren naar Rowans kamer. Nou, dat kan dus prima. We kunnen ook naar mijn kamer, blijkbaar heel goed. Nou, kamer 8 is mijn kamer. Dus dan gaan we op de deur klikken. Dan gaan we naar Quinn's kamer. Dan hebben we hier. Ik weet niet van wie dit. Volgens mij van Rowan. Wat is de naam van getal? Dus Google Plex Plex. En dan krijg je dus deuren naar andere kamers met een biljart. Dat doet niks. Quinn, dan ga je naar Quinn's kamer. En dan hebben we Seni's kamer, die is heel erg leeg. En dan hebben we de slaapkamer van het verhaal. Dus we zijn er een beetje. Dus het verhaal is ergens heen aan het gaan. Ik wil nog niet te veel verklappen erover. Maar dit was de voortgang van. Het project van de nano's bij de Jongonderzoekers Groningen. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!